Drie dagen lang gaat kunstenaar Gabriel Dole dit doen. Op en neer. En dat is dus niet voor het eerst, want de zogenoemde Plexus 23 stond hier al. Tot vorige week. Omdat de zon door de ramen kwam, zag zij met het tegenlicht niet dat hier iets in de ruimte gespannen was. En ze liep gewoon rechtdoor. Met als gevolg dat het stuk helemaal is vernield. De Mexicaanse Gabriel aarzelt geen moment en komt naar Nederland om de installatie opnieuw te maken. Gelukkig is hij niet heel erg boos. Accidents happen, so no drama. I mean, a little bit of drama, I guess, but it's not the end of the world. En dat dacht de directrice wel, maar die is ondertussen bijgedraaid. Wat vorige week nog een drama was, krijgt nu gewoon een heel mooi vervolg. Want ze krijgt er misschien wel iets beters voor terug. Nu krijgen we een tweede plexus. En dan is het de plexus van de andere helft van de regenboog. I thought it would be a nice thing to do the other half of the spectrum. So I'm going from purple to oranges to yellow. Een compleet nieuw kunstwerk is niet het enige positieve. Het verhaal van de vrouw die door het kunstwerk liep, gaat het hele land door. Ik geloof dat niemand in Nederland Rijswijk niet kent meer. Ik geloof dat we wel op de kaart terecht zijn gekomen, ja. Vrijdag zijn alle duizenden draadjes weer gespannen. De bezoekers zijn gewaarschuwd.